Ik ben wel met de stelling van Jeff eens, maar ook een klein beetje oneens. Ik ben eens met de stelling over 9 mei 1950, omdat het toch wel een belangrijke startschot is geweest voor het oprichten van de kolen- en staalgemeenschap van Europa. En dat is natuurlijk wel de basis geweest voor alles dat daarop volgde. En dat is natuurlijk voor een deel gewoon geesteskind van Schumann. Ik denk ook dat het een visie was, die kwam uit een christelijke bezorgdheid over de toekomst van Europa. Schumann werkte heel goed samen met mensen zoals Adenauer, De Gasperi, andere christendemocraten. En die zijn dan in die zin, en ook hun erfgoed, is een belangrijke aandeel van wat Europa heeft gemaakt. Dus in die zin zou je wel kunnen zeggen dat 9 mei 1950 van grote betekenis is geweest voor Europa. Aan de andere kant, dus zou je kunnen zeggen, 9 mei 1950 is ook uiteindelijk een weg die niet tot zijn einde is gevolgd. Wat ik denk dat er ook een belangrijke datum is geweest, belangrijker wellicht, is ook 1957. In maart 1957 is ook wel de Europese Economische Gemeenschap opgericht. En dat was natuurlijk wel in nasleep van de kolen- en staalgemeenschap, dus ook een kind daarvan zou je kunnen zeggen. Maar daar werd er ook gekozen voor met name een economische benadering, waarin eigenlijk de grote politieke, en je zou kunnen zeggen morele, geestelijke vraagstukken ook veel meer uit de weg zijn gegaan. Ik denk in 1950 was er nog altijd hoop dat de kolen- en staalgemeenschap ook een basis zou kunnen vormen van iets diepers, iets breders in Europa. En ik denk in 1957 heeft men daar toch voor gekozen om die weg niet in te gaan. Dus voor een deel is ook 1950 een gemiste kans. Nog altijd een belangrijke bron van ons inspiratie voor wat Europa daadwerkelijk is geworden, maar ook voor een deel een herinnering aan een weg die Europa niet voor heeft gekozen. Waardoor door het niet daarvoor te kiezen, ook Europa een minder robuuste aanwezigheid, presentie heeft gekregen. En tot hoever waren de evenementen van 9 november 89 vervolgd van wat gebeurde op 9 mei 1950? Nou, ik denk dat je zeker zou kunnen zeggen dat wat er gebeurde in 9 november 1989, einde van de Koude Oorlog, is natuurlijk in die zin ook wel heeft te maken met het succes van Europa. Ook met het feit dat Europa een bepaalde economische en politieke en zelfs geestelijke succesverhaal is geweest, waar tegenover het communisme niet opgewassen was. Dus in die zin zou je nog altijd kunnen zeggen dat het wel van betekenis is geweest. Maar zoals ik zei, de geschiedenis van Europa is een getrapte. Er zijn verschillende verhalen daarover te vertellen. En 1950 is een van die momenten waar het verhaal op is gebaseerd. Maar er zijn andere aspecten van dat verhaal die later zijn ingekleurd, die dan deels verder gaat met 1950, maar ook deels niet verder gaat met 1950.